Ha, piepshow! Na de Sinterklaas, 6 december, piepshowdag. Um, ja, Activision Blizzard. Activ daar gaan we weer. <laughs> <Okay>. <laughs> het het is niet meer de piepshow. De langspelplaats. Het show. is de langspelplaats. Het begint, nou. denk ik, nu wel. <laughs> nee, jij gelooft er nog <laughs> nee, niet in. Het, nee, gaat, nog het gaat nog maanden, elke week in de piepshow langspelplaats. Oké. Okay. Uh, het blokje Activision Blizzard. Wat? Wat vindt Sony? Nou, Wat vindt Sony? Nee, deze nee. Ze hebben, ze hebben dit, dit keer, deze week, hebben ze niks over elkaar gezegd. Oh. Het is meer dat er nu toch wel duidelijke verhalen en signalen zijn. Um, dat het is bijna politiek. Het is alsof twee landen oorlog hebben. Het is hebben. niet bijna politiek. Het is al vanaf dag echt okay. politiek geweest. Dat afgevaardigden van beide partijen met elkaar aan het praten zijn. Nou oh, joh, echt waar. Oké. Okay. En omdat Microsoft ook al de hele tijd aangeeft uh, dat ze over Call of Duty best een deal willen sluiten, lijkt het er nu op. En uh, er zijn ook een aantal analisten die dus zeggen van, dit, dit is ook wat er gaat gebeuren. De CMA, EU en de FTC, daar ga ik het zo nog even over hebben. Uh, die hebben allebei gezegd dat ze problemen mee hebben en dat Microsoft waarschijnlijk een deal gaat aanbieden aan PlayStation. Met Call of Duty, maar misschien ook wel met... Activision Blizzard Games erin, de grote games. Van... Ja, en het en daar hebben we het al over gehad. Het kan ja. geen schelen. Het enige wat nou ja. voor zo uh, belangrijk Gamepass. is, is dat die games in Game Pass zitten. Ja. En daar gaat Sony gewoon niet mee kunnen concurreren. En het interessante nee. is hoe duurden ze die game maken voor Sony. Ja. Dus wat, wat waar de, de deal ziet er als volgt uit: een, 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 een developer of een uitgever van een bepaalde videogame draagt een bepaald bedrag af aan mm -hmm. PlayStation om een game uit te brengen op de PlayStation. Um, dat bedrag gaat redelijk laag zijn, ja. um, zodat het duurder is voor PlayStation om die game uit te brengen. Vervolgens gaat um, uh, Microsoft, Microsoft wil dus eigenlijk zoveel mogelijk geld voor die games hebben. Ja. Maar hoe duurder die game wordt voor Sony om uit te geven, des te um, moeilijker wordt het voor ze om hem in een Game Pass achtige situatie weg te geven, mm -hmm. via PlayStation Plus bijvoorbeeld. Ja. Dus ja, Microsoft heeft, hoe je het ook bent of verkeerd, Microsoft heeft alle troef in handen. <laughs> Is het inderdaad dat Microsoft gewoon, die hebben natuurlijk gewoon echt zware lawyers en zo, dat, dat ze bij elkaar hebben gezeten? Van oké, okay, we kunnen op dit moment de Angel uit het, uit het hele verhaal trekken. Omdat Angel heel erg toegespitst was op die games. Weet je wel, van we, als we die games niet uh, bij PlayStation kunnen hebben, dit en dat, zo en zo. En door nu te zeggen, oké, okay, geef maar aan, wil je tien jaar lang Diablo, whatever, al die games van, van, van Blizzard, wil je die allemaal op de PlayStation hebben? Gewoon, eigenlijk prima, ga je die allemaal krijgen. Komt wel bij Game Pass bij ons. Het is een piris overwinning, noemen ze zoiets. Aan de ene kant kan Playstation dan zeggen... voor, voor de gamers hebben we die games ja. vrijgekregen... maar ze winnen er niks mee in de zin... dat Microsoft waarschijnlijk op een gegeven moment... Call of Duty dan inderdaad wel op Game Pass gaat zetten... en dat dus die mainstream gamer denkt... oké... Okay, het scheelt mij wel een hoop geld. Daar. Nee, nee, absoluut. Kijk, het gaat Sony niet om die game wel of niet op hun platform. Nee. Het gaat erom of over, over Game Pass hun hele business model onderuit gaat. Ja. En we hebben dat vorige keer allemaal gezien met die cijfertjes: uh, hoe klein het percentage is uh, van inkomsten wat Sony verdient aan hun eigen game ja. versus third-party titels. En dan snap je de, de bedreiging van het, uh, van het Game Pass-model. Ja. En Sony gaat uh, een Pierische overwinning inderdaad behalen uh, over het. Gegeven dat die games mogen uitkomen op de PlayStation, ja. dat is voor Microsoft alleen maar winst. Het enige <laughs> is van ja, nee, Game Pass gaat gewoon de hele propositie van Sony onderuit ja. trappen. en dat gaan ze niet tegen kunnen. Houden. Denk je ook dat dat de reden is waarom PlayStation niet reageert op de geluiden die wel degelijk officieel vanuit Microsoft komen? Van hé, hey, Phil Spencer heeft het duidelijk gezegd: van hé, hij had het over uh, if they want a deal to the PlayStation 7, weet je wel, bedoel, let's go, weet ja. je wel? Um, dat PlayStation weet, oh, wacht, ho, wacht. Maar leuk, maar daar winnen we niks mee. Want die fucking Game Pass is een bedreiging. Ja, precies. Maar dus dat daar reageren ook, ze niet. Zij hebben, een ver, zij hebben een vergissing gemaakt. Zij dachten, wij gaan gewoon die overname lopen frustreren. Ja. Uh, die overname gaat gewoon door. Maar de punten die zij aandragen, mm -hmm. uh, namelijk dat uh, Call of Duty ontzettend belangrijk is voor het PlayStation uh, ja. platform. Daarvan zegt Microsoft gewoon van oké, okay, dan doe je het toch. Ja. Hier is die game, weet je. Ja. Maar het, het, ja, het gaat om Game Pass. Dit hele ding gaat over ja. Game Pass. Sony gaat gewoon keihard in een reet genomen worden... door Microsoft met Game Pass. Ja. En dat, daar gaat deze hele zaak niet jij, aan veranderen. Jij denkt ook dat op het moment dat uh, Microsoft inderdaad zegt van... hé, hey, al die games die ze noemen, daar willen we deals mee sluiten... zodat dat probleem weg is, dat op dat moment... ...PlayStation ook geen poot meer heeft om te staan... ...om Game Pass tegen te houden. Want uh, uiteindelijk willen ze dat het liefst. Ja, maar sorry, hoe kun je Game Pass ja, tegenhouden? Dat kan helemaal niet. Hoe kan je Spotify tegenhouden? Nou. Hoe kan je Netflix tegenhouden? Het is wel wat het ze enige, proberen. Ja, maar, nah, het ja. enige wat je kunt doen... Uh, ...is zelf een, betere, een beter product neerzetten. Absoluut. En dat is gewoon het, het hele... ...eireet op dit ogenblik. Microsoft... Um, Kijk, in tegenstelling tot Spotify en Netflix, Microsoft moet zichzelf, moet Game Pass een weg naar de top kopen. Ja. Daar hebben ze geld voor. Sony heeft dat geld niet. Nee. Dus dat is gewoon het grote verschil. En dat is, ja, je concurreert met een bedrijf die makkelijk 100 miljoen kan verliezen of stuk smijten op dit, op dit project. Mm -hmm. En dat is lastig concurreren. Dat ja. is geen marktwerking, <laughs> weet je. Dat is gewoon, dat is gewoon lastig. Ja. Dus ja, Sony ziet gewoon uh, de situatie ontstaan dat ze zo meteen uh, aan de kant geschoven worden. Ja. En het stomme is dat dat moeten ze gewoon voor... Voor waarheid aannemen. Ja. En ze moeten iets anders gaan doen. Zeker, Net ja. zoals dat Nintendo is opgehouden mee te doen met die, met die, met die maffe race om graphics en kwaliteit ja. en snellere chips. En de consoles moesten duurder en duurder en duurder worden. Uh, Nintendo had zoiets: Fuck dat, weet je, we gaan gewoon onze games en die worden supergoed. Mm -hmm. ja. Die gaan we gewoon maken op een manier dat ze er mooi uitzien op de Switch. Nou, dat, dat moet Sony ook gaan doen. Die moet ja. gewoon zich bezighouden met first-party titels. En ze doen exact het tegenovergestelde. Ze beginnen te janken over wat Microsoft doet <laughs> en schroeven hun first-party productie terug. Ja. ja, dan wordt het heel lastig. Ja, nee, absoluut. Um, ik, ik, ik denk het ook. Uh, dit zou best wel eens nu naar een einde toe. Kunnen lopen. Ik ben heel benieuwd. Nog steeds geen officiële reactie van de PlayStation. Wat ze vinden als het deal zijn. Nogmaals, die partijen praten met elkaar. Althans, dat is wat je hoort. Um, ik, ik, ik weet ook 100% zeker dat daar zware NDA's op zitten. Dat het echt geheim moet blijven. Uh, maar er moet zo langzamerhand wat gaan gebeuren. Want een van de dingen die we zagen, en dan moet ik even dit wegklikken, is de FTC. Um, dit is ook nog eens keer, dat vond ik wel interessant. Dit, dit is feitelijk, het is het, die hele zakenpolitiek en dit is ook nog eens keer Politiek, want hm. deze commissie, de FTC, um, die bestaat uit uh, republikeinen en democratische kandidaten die daar dan in zitten. Die mogen dan beslissen of iets wel of niet uh, door de beugel kan. En de Republikeinse kandidaten hebben gezegd van wij zijn oké okay met deze uh, wereld. De Democraten tot nu toe niet. Behalve dat een van de Democraten nu dus ook aan de andere kant is gaan staan, die zei. En nu is het een beetje 2-2. Hm. Dus ja, daar heeft ze ook een probleem. Want deze mevrouw, dat is uh, Lina Kaan. Uh, die probeert zich een beetje op te werpen als de grote. Pain in die ass van de, uh, de techwereld. Uh, richting Google, richting Apple en dus ook tegen Microsoft. Uh, ja, dit kan natuurlijk als, als de FTC. Uiteindelijk ook waar zegt, oké, okay, ja, fuck die deal kan door. Um, heel veel landen hebben het nu al gezegd. Dan is het alleen nog maar de CME en de EU. Maar luister, dit is ja. allemaal politiek. Ja, en ja, ja, ook nee. in de zin van, kijk, die die, die techbedrijven, die, die spelen een grote rol, ook echt in Amerikaanse politiek. Mm -hmm. We hebben dankzij Elon Musk gezien wat voor invloed Twitter bijvoorbeeld heeft gehad op de Amerikaanse presidentsverkiezingen, uh, de laatste. Mm -hmm. En dat, um, ja, dat is gewoon ontzettend uh, uh, pijnlijk. En um, dit soort zaken worden vaak als wisselgeld ingezet om bijvoorbeeld de belangen of de, de invloed van dit soort bedrijven mee of tegen te krijgen. Dus uh, het zou zomaar kunnen zijn dat uh, politieke partijen of, of senatoren of presidentskandidaten, whatever, die willen gewoon donaties hebben van Microsoft. En dit is uh, wat je yeah. daarvoor. Een heel mooi voorbeeld is dat je uh, in Amerika dat, uh, die, die FTX, die grote exchange, die, um, die geklapt is uh, mm -hmm. twee weken geleden. Die, uh, die guy die dat runde, die was de op één na grootste de, uh, donateur aan de Democratische Partij. Mm -hmm. Hij heeft 32 miljard doen verdwijnen. In Amerika, als je dat soort dingen doet, zit je meestal de volgende dag al gelijk vast en je komt er niet meer uit. Ook. Mm -hmm. Dat zag we Bernie Madoff en ja. dat soort van die, van die, van die Ponzi-scheme-gasten. Nou, deze guy is ook zo. Maar omdat hij zoveel gedoneerd heeft, vreemd genoeg, hij loopt nog altijd vreemd, vrij rond. Mm -hmm. En dat is gewoon de macht van die dollars in, die, in dat politieke stelsel. Nou, Microsoft is een hele grote speler. Dus kijk, die, um, die deal gaat er gewoon komen. Microsoft gaat Activision Blizzard overnemen. De vraag is, hoeveel smeergeld moeten ze daarvoor betalen aan politieke um, organisaties en die FTC is wat dat betreft ook gewoon een partij die politiek gedreven is en ja daar onderdeel van is dus dat is gewoon ja, hoe ja, dit, van beide kanten want de republikeinen hebben hem al volgestemd uh, voor de overname ja, ja nou ja, goed dus zullen zij dan ook wel als jouw theorie klopt daar geld voor hebben gehad. Maar kijk, je weet niet precies hoe... Ja, de, 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 ik ga er vanuit. Ja. Uh, kijk, de meeste van die partijen doneren aan beide kanten. Nee, is, maar het is, het is, je hebt daar ook wel, he. senator X, senator Y, ja. senator Z, weet je. Dus dat het ligt gewoon allemaal heel genuanceerd. En je ja. moet gewoon de juiste de donaties doen... Om, om dingen voor elkaar te krijgen. En ja. ja, als jij een deal van 69 miljard erdoor wil drukken... Ja, dan, 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 dan kan je best wel 2 miljard aan donaties ergens <laughs> uitdelen aan mensen. Misschien is het minder, weet ik het. Uh, grappig is dan ook uh, dat er deze week een vacature uh, vrijkwam voor Legal Director Legitation Competition en Regulat le regulatory vers uh, voor de Emea, dat is Europa en de uh, Middle East en Afrika. En, Afrika, um, en dit is ook natuurlijk al een beetje van Sony verwacht dat dit soort dingen meer gaan gebeuren. Dus ze moeten nu ook gewoon aan die kant uh, goed voorbereid zijn, omdat ze deze keer toch een beetje verrast waren door het. De dingen die gingen gebeuren. En um, ja, weet nou, je. Bedoel... zij zien dat ze. Het is gewoon... een beetje lobbyist, taak die je dan hebt. Ja. Nou ja, dat. Ze, ze gaan de wet gebruiken om hun positie te beschermen. Ja. Um, ja, ik weet het niet. Het lijkt me een verschrikkelijke nee? ja, maan. zal ik dat, uh, gewoon? Ja, en, uh, apply. Maar. <laughs> so we do the peep show. Uh, we do it every yeah. week. We talk about your shit. Even kijken, jongens. Even kijken. Um, Wat krijg je benefits? Discretory, uh, bonus opportunity, private medical insurance, dental scheme. Handig, hoef ik ook uh, ja. okay. London allowance. Wat is de fuck is London allowance? Als je naar Londen verhuist, weet ik. Oh ja, oké. Okay. 25 days holiday per year. On-site gym. Dat is belangrijk. Dus je moet in het kantoor gaan zitten, gewoon. Dat je uh, moet in het kantoor subsidized Cafe, free soft drinks. Nou, Boos, nou, dat, dat, dat hebben we uh, hier niet. Daar zitten we niet op te wachten. Oh, een on bar en access to cycle garage en showers. Dat maar is ik wel vind... fijn, hoor. Dat je kan fietsen. Ik moet je, ja, dat je je fiets kan parkeren. <laughs> <laughs> ik heb wel heel erg zoiets van... Uh, dat klinkt ontzettend kut, gewoon. Ja, dat, uh, ja je nee. gaat er op kantoor zitten. Maar... Kijk, laten we duidelijk zijn. Publishers hebben altijd een legal department. Het gebeurt van, van alles en nog wat tot en met. <laughs> Kijk, IP. ook. De ja. onderste regel: PlayStation is een fair chance employer. And qualified applicants with arrest and conviction records will be ja. considered mm -hmm. for employment. Moet nog even een wit voetje worden gehaald. Hè? Ja, je is considered, hè? Je wordt niet aangenomen. Nee, nee dat is absoluut inderdaad. Ja. Uh, oh, ja, nou, dat staat hier ook nog. Socal is an equal opportunity employer. All persons will receive consideration for employment without. Regarding gender, uh, gender expression, gender inside, race, color, nationaliteit. Dat je dat er allemaal bij moet zetten. Het is toch ja, zo toch strek normaal, weet je wel? Ja. Oh mijn god. Ah, dus ook als je zwanger bent, mag je ook nog meedoen. Anyway, um, nou, als deze baan iets voor jou is. En je hebt een juridische onderbouwing, uh, ik zou het zeggen meld ja. je aan. Nou, ik zou het uh, niet doen. Nee, het lijkt ba me ook... Bonusregeling uh, bij PlayStation. Ik weet het niet meer. Niet, niet in deze... Ja, misschien dat ik dan wel een PlayStation 5 zonder bundel uh, kan gaan kopen. Ja, kaufen. waarom dat... staat dat er niet? Als je je fiets mag parkeren en gratis uh, colaatjes kan drinken. Waarom krijg je niet gewoon een PlayStation? Dat is, dat is te duur, denk ik. Nee, dat, uh, dat is absoluut. Ja. Um, gaan we toe naar iets wat ik ook interessant vind en dat is Pokémon Scarlet en Pokémon Violet. Uh, die game is uh, uit en uh, nou, we hebben het hier al vaak over gehad en wij prijzen Nintendo daar ook altijd. omdat hun kwaliteitsstandaard heel erg hoog is, maar deze game en de vorige ook al van Pokémon die was. Niet best. Um, yeah. Nou, dan krijg je weer dat obligate. We're aware that players may encounter issues that affect the game's performance. Our goal is always to give players a positive experience with our games. And we apologize for the inconvenience. We take the feedback from play players seriously and are working on improvements to the games. Dat is van Nintendo zelf. Nou, is Pokémon inderdaad natuurlijk ook een wat complex? Het is niet van Nintendo zelf. Het is uh, van, gemaakt door Game Freak. En er zit volgens mij Niantek. Er zit ook nog een ander bedrijf bij. Het is een samenwerking. De Pokémon Company. Een samenwerking. Mm. Deze game, en Joey heeft het gezegd, hij was buggy as fuck. Maar hij verkocht 10 miljoen in drie dagen. Het is de grootste release ooit op de Switch. En toen dacht ik bij mezelf dus... Ben ik sarcastisch als ik zeg... Nintendo heeft hele hoge kwaliteitsstandaarden... Uh, behalve als, het, als ze heel veel geld kunnen verdienen? Um... Want ik vind dit bijvoorbeeld... Uh, Best wel een beetje schadelijk voor, voor het imago. Het is ja, een van de grootste franchises. Ja, maar ik denk eerlijk gezegd, nee, ik denk niet dat dit, dit gaat niet om geld. Ik denk gewoon dat dit een... Uh, dat is het rare met die situatie. Nintendo is aandeelhouder in de Pokémon Company. Ja. En um, misschien heeft het niet dezelfde zeggenschap als games die direct uh, onder vleugels van Nintendo worden uitgebracht. Mm -hmm. stom is, Pokémon lijkt een Nintendo-franchise, maar is het dus niet. Klopt. Um, maar denk... toch kun je mij niet wijsmaken dat Nintendo, als Nintendo zegt: Oké, okay, dit willen we niet meer, uh, einde samenwerking, dat ze dan zeggen: Oké, okay, toedo, Ze zouden ja, het kunnen doen. Het is echt een gigantische business, natuurlijk. Ja, ik ja nee, het niet. dat bedoel ik. Ik weet niet of dat ze snel gaat, maar ik denk wel dat er nu uh, wat boze Nintendo-medewerkers uh, aan de telefoon hangen. Mm -hmm. um, maar wat het effect daarvan gaat zijn, het is de vraag. Ja. En ik denk gewoon van ja, wat we hier zien is dat gewoon de naam Pokémon uh, uitgemolken wordt. Zeker. En er moet gewoon voor minder geld of voor hetzelfde geld meer geproduceerd worden. En ja, dan krijg je dit soort situaties. Ja. Ik, um, ik weet, ik heb mijn twijfels erover. Ik denk niet dat het per se op korte termijn goed komt. Nee, ja, nee, nou, ik, ik vind het jammer, omdat ik, ik, het zijn vaak ook uh, veel jonge mensen uh, die dit spelen. Uh, het is gewoon een hoop geld. Vaak willen ze dan ook beide edities hebben, want er zitten, hè, er zitten ook nog een paar Pokémon. Die ze dan weer niet hebben, en dan is die game gewoon niet tof, en je ziet uh, waar bij andere games waar dit gebeurt mensen heel hard zijn. Het en een geven dat dat de Pokémon-fans moe het moe moeilijk mee hebben en het vaak ook nog goed praten. Zo van, ja, oké, okay, nee, je hebt ook wel gelijk, maar ja, het is het is wel het is ook wel weer tof, weet je wel. Dit en dat wel, ik denk van ja, je stemt met je portemonnee, dus blijkbaar accepteer je dat die games gewoon niet goed zijn ja dat is gewoon uiteindelijk het hele ding als jij ja. die games niet goed vindt omdat je er kritisch naar kijkt en iemand die ervoor betaalt vindt het wel goed goed genoeg om ervoor te betalen ja, ja. wat is je mening dan nog waard weet je ik bedoel, ja. uiteindelijk gaat het daarom verkoopt die shit ja of nee ik denk dat voor Nintendo is het ander verhaal want die willen gewoon die Nintendo seal of approval die, die kwaliteitsstandaard Zeker. moet gewoon ja. hoog zijn ja. en dat um, ja, ik... nee ik, denk, ik, ik je hebt al, je hebt gelijk ik denk dat er wel een paar mensen van Nintendo dat er op hoog niveau op dit moment wel even zo van oké okay, jongens dit is niet zoals we het graag zouden willen zien en uh, misschien dan in iets andere termen me, dat daar wel over ja. gepraat wordt. Maar ja, goed. Um, ja, Pokémon is huge, weet je wel. Dus daar wordt ook in hoog tempo. worden daar games voor gemaakt. Ja. En uh, het was ook nog een keer open wereld, wat ze niet helemaal in de, in de vingers hadden. Ja, veel te ambitieus. Veel te ambitieus, inderdaad. Gaan we naar um, een beetje een vooruitblik al. Uh, straks in de eindejaars. Hè, dan gaan we het uitgebreid hebben over de, het jaar 2022. Um, wat mij betreft, en dat is echt per, op persoonlijke noot, niet echt een heel. Vet gamejaar. Ik heb weinig games gespeeld uh, die ik echt heel erg wreed vond. Uh, ja. Weinig echte hoogtepunten. Ik weet dat zijn andere gamekings die dat weer wel hadden. Uh, maar is dit ook een slecht jaar? En uh, dat is wel leuk. Deze man heeft dat een beetje te onderzoeken. Dus de laatste die heeft hij allemaal naast elkaar gezegd. En hij komt de conclusie van: ja, het is een slecht jaar mm -hmm. ten opzichte van de. De laatste twee jaar, maar daar had je weer de, de pandemiebonus. Maar ten opzichte van bijvoorbeeld 2019 eh, hebben we nog steeds over een stijging van 37%, dat er meer games worden verkocht. Dus ja, ik vind dat bizar. Maar ik moet je zeggen, ik heb met die ja. cijfers ook altijd zoiets van. Het zal allemaal wel. Ja. In hoeverre klopt het? Echt, weet je, waar komt die data vandaan? Dit gaat over Amerika, inderdaad. Ja. Um, weet je, Total US Game Spending, wat betekent dat? Weet je, zit daar mobiel bij of zo? Wat het is, is vaak natte vingerwerk. Uh, Natuurlijk that, that, is het yeah. natte vingerwerk, dat is het lastige, weet je. En ik wil, ik denk. Ik denk eerlijk gezegd, er zijn gewoon minder games uitgekomen. Het omzet. zou heel goed kunnen dat er, dat er een grote verschuiving is geweest van omzet uh, 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 gegenereerd door de verkoop van nieuwe games naar omzet gegenereerd door in-game, door grote platformen. Mm -hmm. En dan weet ik zeker dat dat hard groeit, weet je? Dus ja. de de, 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 ja, de in-game Warzone, Fortnite, FIFA, packs, weet ik veel. al die shit, dat, die markt groeit als een gek. Ja. Maar die is heel moeilijk in kaart te brengen voor op deze manier. Want De gaat... data wordt niet gedeeld. Nee. Dus dat is, dat is heel sporadisch. Dus nou, nee, ik, ik vind het lastig. Ik, ik denk gewoon. het is staat als een paal boven water dat de verkoop van nieuwe games een gigantische deuk heeft opgelopen afgelopen, Zeker, afgelopen jaar. Ja. Want er waren gewoon niet zoveel nieuwe games. En dat. Um, ja, dat wil niet zeggen dat de gamesindustrie slecht loopt. Het is gewoon dat ja, de, de inkomsten veranderen. Dat zie je ook met Game Pass. Weet mm -hmm. je? Ik weet zeker Game Pass hard groeit. Ja. Uh, dus daar zul je geen 37% dip zien. Maar dat de Game Pass games die gespeeld worden een effect hebben op de nieuw verkochte games. Hey, 100%. Ja. Dus ja, hoe verhoudt dat zich tot elkaar? Heel lastig. Nee, nee, absoluut. Uh, ik, ik, ja, goed. We gaan het er uitgebreid over hebben. In al die eindejaarsinterviews. En we gaan ook nog samen kijken. Terugkijken op het jaar. En dan zie je inderdaad. Er zijn maar twee, drie, vier echt hele grote games geweest. En dat is echt. Vind ik bar weinig voor een jaar. 2023 lijkt beter te gaan worden. Alles is natuurlijk gewoon doorgeschoven. Maar goed. Dat zegt het ook allemaal. Uh, is allemaal nog geen garantie. Uh, maar het is ook inderdaad niet zo dat we nu. Het, 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 het verandert. De gamesindustrie is aan het veranderen. Dus ook. Inzage krijg in wat er gespeeld wordt en wat erin verdiend wordt, wordt steeds moeilijker omdat een steeds groter percentage te maken heeft met MT's. In plaats van uh, gewoon die 70, 80 dollar die je betaalt voor een game. Dus um, goed, we blijven dat even volgen. Um, dan gaan we, uh, vond ik ook wel interessant. From Software heeft denk ik de grootste hit van dit jaar te pakken met uh, Elden Ring, 17 miljoen stuks van verkocht en Counting. Dat is een Ontzettend hoop geld. Um, en wat blijkt nou? Um, dat de medewerkers uh, van Form Software ja, weinig betaald krijgen ten opzichte van andere medewerkers in Tokio en Omstreek. En deze man heeft dat een beetje uit zitten zoeken. Die heeft met een aantal mensen gepraat. Um, even kijken hoor. Want op een gegeven moment moet ik eventjes zoeken. Op een gegeven moment legt hij het ook wel uit. Op tenminste, dat hoop ik dan. En. Dat kan ik dan hier even niet vinden. Het komt erop neer dat, dat zij dus minder dan gemiddeld verdienen. En dat was iets van 1500 euro per maand. Terwijl dat 1700 zou moeten zijn. En dat gecombineerd natuurlijk met het feit. Het zat daar: 22.000 pond per, per jaar. jaar. En... Wat echt heel weinig. Exact. Average annual income. Dat is 22.000 pond. Ik kan me niet voorstellen. Nou, dat ja, is, wat, wat is dat? 15.000 euro. In ja, Tokio. In Tokio. Het staat er ook. Dat is een van de duurste steden ter wereld. Absoluut. En uh, het, het grappige... Of, nou, het is eigenlijk helemaal niet grappig natuurlijk. Van, hij had ook een beetje uitgerekend... van dat je gemiddelde huur 1.500 euro was... en dan je... Nou, de al Duizend bij, euro. Dus hij vroeg zich ook af... hoe die mensen dan in hemelsnaam uh, uitkomen... Nou, die klachten waren er wel een beetje. Maar gemiddeld, wat ik zo raar ja. vind, een gemiddelde, dat wil zeggen dat uh, er een gedeelte is wat er boven zit en ook een gedeelte is wat er onder zit. Mm -hmm. Dat betekent, ik bedoel, wat, is, wat, wat, wat zijn dat voor mensen? Weet je, ik bedoel, de, als je, hoe kun je in godsnaam een fulltime baan houden uh, en minder dan het minimumloon verdienen? Dat is, dat is vreemd. Zeker ja. in een stad. Zo. Hoe, ik bedoel, dat je het doet omdat je zoveel liefde hebt voor games, dat begrijp ik wel. Maar. Hoe krijg je genoeg personeel om dat bedrijf te runnen? Dat nou vind ja, ik heel vreemd. Ja, en dat um, verbaasde mij ook. Omdat zij he, dat, dat hangen ze dan altijd tegen het feit van hey, jullie, jullie verkopen 17 miljoen games. Ik bedoel, waarom betaal je je medewerkers zo weinig? Uh, volgens mij heb ik nu. Maar ik vind, sorry, ik vind al die. De, de, ja. Want daar kan ik dan ook weer niet tegen. Dat gejankt erover. Weet, daar ben ik met je eens. <coughs> Kijk, dat gaat naar een ander, andere werknemer. Precies. Ja. Weet je, hoe kan Het dat zij een bedrijf runnen waar ze dat soort uh, uh, gemiddelde salarissen ja. uh, betalen en gewoon nog een game uitbrengen, ook en ja. nog gewoon dat het werkt. Ik wil, ik denk eerlijk gezegd, dat de sfeer op kantoor fucking fantastisch is dat ze daar. Uh, gratis vijf sterren lunches krijgen en misschien wel hotel overnachten. Ik weet niet, want anders begrijp ik niet waarom mensen nee. daar blijven werken. Nou ja, dus kijk, ze ik, doen iets uh, blijkbaar heel goed. Dit was de pagina die ik zocht. Um, inderdaad, uh, gemiddeld average salary for game development in de Japanese Game Studios, range from uh, 231.000 yen, dat is 1675. tot 735.000 yen, dat is 5.328. Dan, dan zit je aan de top, uh, level. Design Boss het top level voor 5200 ja. dollar. En <laughs> From van software die begon dus nog daaronder bij 220 yen, dus dan zit je rond de 1500 uh, een miljoen. En op een gegeven moment uh, gaf die ook aan wat de kost was uh, van in Tokyo. Dat zit hier ook nog ergens. Um, nou, ja, in ieder geval, dat ja, hier de uh, average. Oh, sorry, de average. Um, monthly rent in Tokyo is about uh, 1477 dollar. dollars dat is in één keer ben je het bedrag al kwijt. Ja, maar dat is ook weer zoiets dat is average, weet je? Dat ja. uh, je 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 uh, bent dingen met elkaar aan het vergelijken ja. die niet met elkaar te vergelijken zijn. Nee. Het, waar het gewoon om gaat is dat het duidelijk is dat mensen die voor FromSoftware werken relatief weinig verdienen, maar hoe werkt dat? Waarom lukt het ze om games te maken ja. en dit te betalen? Ik bedoel, tenzij ze al die mensen gevangen hebben genomen, hoe, hoe krijg je dit voor elkaar? Want ik vind het ook knap dat ik denk van <laughs> blijkbaar doen ze iets heel erg goed. Ja. Weet je, wat het is, is wel, dat dan? Ik denk dat wel iedereen voor From Software wil werken. Nou dat ja, dan zijn, misschien zou, ja. is dat het. Dat ja. zou heel goed kunnen. Ik vond deze ook leuk. For example, in Japan, hourly wages are often increased after midnight. Ik zie het van, oké, okay, after midnight? Ik bedoel, hoe lang moet je dan wel ja, niet werken? Ja, dat is wel een ding. Je, ja. hebt, je hebt een ding in Japan ook. We, we hebben een keertje tijdens de Tokyo Game Show... Ja. hebben we um, uh, Japanse game developers uh, geïnterviewd over de Japanse werkkultuur. Ja. En uh, kijk, het klinkt heel stom, hoor. Begrijp me niet verkeerd, maar de Japanners zijn zo slaafs dat ze hier genoegen mee nemen. En wat je vaak bij veel van die bedrijven zag was dat er andere regels gelden voor Westerse uh, medewerkers. Dus mm -hmm. als er bijvoorbeeld Westerlingen daar werkten, dan hadden die gewoon... Je hebt zo'n regel dat je niet naar huis gaat voordat de baas naar huis gaat. Ja, nou, uh, de, als de baas tot elf uur blijft zitten, zit iedereen tot elf uur. <laughs> en Maar sorry, als jij uit Nederland in, uh, daar komt werken, dan heb je zoiets van... Oké, okay, whatever, weet je. Je ja. gaat gewoon naar huis. En uh, dat werkt niet. Dus nee. veel van die bedrijven hebben ook gezien van... oké, okay, er is een cultureel verschil, daar moeten we iets mee. Maar wat je nu dus krijgt, is dat er andere regels gelden... voor wester, uh, westerse medewerkers ja. dan voor Japanse medewerkers. Nee. Ik begrijp niet dat die Japanners daar genoeg aan meenemen. Maar nee. het, ja, het zit ook in de cultuur. Ik het weet, zit een ik beetje in de cultuur, ja. Dus het, ze vinden het moeilijk om, om daar wat van te zeggen. Uh, nou ja, blijkbaar, het, het, je ziet het ook niet in de kwaliteit van de game. Want de games zijn hartstikke goed. En ja. Um, ja, goed. wie weet moeten ze een keer in opstand komen... Gewoon allemaal weggaan en dan is het waarschijnlijk voorbij. Uh, nou ja, dan. maar ik kan me ook voorstellen dat als jij daar een studio wil beginnen en je wil getalenteerd personeel hebben, dat het heel makkelijk is. Ja. Dat je hoeft alleen maar meer te betalen dan 1500 euro in de maand. Ja, ah, nou, ik weet niet, moet je kijken wat ze hier bij Guerilla verdienen. Weet je, dat is echt een veelvoud daarvan. Ja, dus dat is ook een Japans bedrijf eigenlijk. Ja, dus dat uh, nou Gaan goed, interessant. Um, tot slot, um, ja, deze vond ik ook grappig. Ik bedoel. Uh, Soms zeggen mensen wel eens van dat wij ook een soort van. Oh, we zijn wel een beetje anti-PlayStation. En jullie komen er steeds op terug. Maar deze vond ik wel heel erg. Ik, ik, ik zag dit inderdaad vaak terugkomen op mijn Twitterlijst. En wat de fuck is hier dan aan de hand? Dat GameSpot, en dat zie je dus hetzelfde bericht. Over. En wij hebben het er ook een keer over gehad. Mm. Hè, namelijk dat de Xbox Series S de ontwikkeling van games voor de Xbox tegenhoudt. En daar zit wat in, want hij is minder krachtig. Maar Microsoft wil wel dat het voor de hele familie is, voor de hele generatie in de, nou het begon inderdaad 20 oktober, 23 oktober, 12 november, 26 november, 22 oktober, 12 november, 20 steeds hetzelfde bericht gaat plaatsen. Ja. Wat is dat dan? Is dat Ja, de vraag, ja, is dat dan worden ze dan betaald door voor mijn part PlayStation? Nee, dit, hoor, doen, dit nee? is gewoon dit doen ze bij alle artikelen en ja. dit dit zorgt gewoon voor dit is gewoon hoe hun Twitter bot uh, Twitter content bot staat ingesteld. Ja en blijkbaar over een periode van uh, wat is dit uh, een maand nee, tw oktober, twee maanden ja. uh, zeg zeg zes weken zoiets wordt zo'n uh, artikel dan acht keer uh, gedeeld dus uh, ja pak hem beet uh, uh, iets meer dan elke vijf dagen of zoiets. Nou, ja. ja. Dat dat is hoe dat ingesteld staat. Rehashen van content gewoon. Ja, maar. maar ik weet zeker dat ze dit gewoon de hele tijd bij alles doen. En ja. Gamespot is gewoon niet een account op Twitter wat je volgt uh, voor het nieuws. Je volgt het om gewoon te kijken oké okay, wat voor artikelen posten ze. Ja. Nou, blijkbaar hebben ze gewoon uitgevonden dat dit werkt. Ja. ja. zal wel. Nee, precies. Nou ja, het is alles ligt gevoelig nu, Dus de, de Xbox fans die pikken dit en dan weer op en dan zeggen de PlayStation fans dit en dat weer. Maar ik vind het een, een, een plausibele uh, verklaring. Um, ja, ik, ik, ik ben daar niet zo gecharmeerd van. Om, om uh, dat je je, je, je nieuwsartikel nadat nou je het plaatst nog een keertje twee dagen later nog een keertje even remind, snap ik. Maar zo lang hetzelfde nieuws. Ja, reng, het is gewoon ik, een beetje uitgekoud. Ja, het je. is wel een beetje slap. Dat, uh, ja. dat kan beter. Goed. Um, ik denk dat we volgende week nog wel een piepshow show hebben. Want we gaan ook een speciale piepshow show doen waarin we terug gaan kijken op het Afgelopen jaar natuurlijk. Gaan we het dan voor... over Activision Blizzard hebben? Dan gaan we het zeker. Dat ja, ja. kan ja. bijna niet anders dan we het over Activision Blizzard gaan ja. hebben. Ja. Jeetje, Mina. Goed, volgende week, nieuwe P show.